Democratisch Platform Suriname heeft als jonge politieke partij haar politiek programma vanmorgen aan de samenleving gepresenteerd. De partij heeft de scala aan onderdelen voor het programma. Nicole Hooplot, penningmeester van de partij, gaat in op het beleid van jeugd, cultuur, religie en sport. Zij geeft aan dat de jeugd de toekomst is en de toekomst verdient een centrale plek in de gedachtegang van politiek en beleidmakers. De organisatie gaat in op wat belangrijk is bij dit onderdeel. Nou, het gaat in hoeverre wordt voldaan aan de rechten van het kind. De rechten van het kind worden beschreven in de grondwet onder artikel 37 van de Surinaamse grondwet. Maar wij als Suriname hebben ook afgesproken in het internationale verdrag in zaken de rechten van het kind. En in hoeverre wordt daaraan voldaan als we kijken naar jeugdbeleid in Suriname. En het tweede punt is, we vinden dat er binnen het jeugd- en jongerenbeleid specifieke aandacht moet zijn voor vorming en begeleiding van jeugdigen. Dus het is heel kort gezegd, maar het omvat heel erg veel. Het omvat een hele directoraat bijna, ja. Cultuur. De cultuur van een samenleving is het visitekaartje van een land. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat de verschillende tradities, rituelen, feestdagen en ambachten en hun betekenis gekoesterd worden. En dat deze kennis verspreid wordt en niet verloren gaat. DPS-voorzitter Ramon Maknak zegt dat Suriname momenteel voor vele grote uitdagingen staat en dat het vertrouwen in het lands bestuur steeds erger aan het dalen is. Maknak onderstreept waarvoor DPS staat en wat zij willen bewerkstelligen. Onze politieke partij is toegewijd aan het realiseren van onze visie en plannen van aanpak door middel van eerlijk, effectief en voorbeeldig leiderschap. We zijn moe van leiderschap met een bestuur van mentaliteit van slecht, slechter naar slechts. DPS wil verandering brengen in dit bestuur, mentaliteit naar goed. Als politieke partij kijken we naar landen en politici die het beter doen. Wij werken met bevriende naties die ons willen helpen en vooruitbrengen. Om ervan te leren en die lessen zelfstandig toe te passen. Stay leren dat je gaat passen aan toe. Nog kan je niet op het helemaal in niet voor. We leren je de tools en dan we ontwikkelen egisma. Wij zijn de nieuwe generatie en kiezen voor een andere opvatting, namelijk goed, beter, best. De organisatie streeft naar een rechtvaardige, inclusieve en welvarende samenleving in Suriname. DPS zal zich inzetten voor transparantie, integriteit en participatieve besluitvorming, aldus Maknak.